En zijn er christendemocratische waarden? Hè? Geeft de christendemocratische traditie aanleiding tot specifiek relief in de Nederlandse positie? Ja, dankjewel. Want in de zomer van 2018, toen er nog geen enkele partij een visie had geschreven, schreef ik een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift van het Steenkamp Instituut over China en hoe we in mijn inzicht daarmee om zouden moeten gaan. Ik las inderdaad wel veel van het artikel terug in beide visies. In oktober 2018 werd dat gepubliceerd, dus je kunt dat gerust teruglezen. En ik maakte daar gewacht van één extra ding wat ik nog niet hier gehoord heb. Want met grote bezorgdheid, groeiende bezorgdheid, zien we de opkomende kracht en mondiale macht van China tegemoet. En China is natuurlijk een autocratisch geleid, een staatskapitalistisch land, dat op grote schaal heel sterk machtspolitiek bedrijft, zowel in eigen land als ook daarbuiten. En mensenrechten worden ook op grote schaal geschonden. Pastoors en bisschoppen worden vlak voor Pasen opgepakt. EU-landen worden verplicht om infrastructuur af te staan als we de schuld aan China niet meer kunnen betalen. Montenegro moet altijd in een haven toegang verlenen tot Chinese oorlogsschepen. Op dit moment kijken we eigenlijk vooral naar het dichten van de gaten in de dijken, om ervoor te zorgen dat Nederland gespaard mogen blijven van de grote golven van de invloed van China. Met het CDA zou ik ook heel graag willen kijken hoe we juist buiten die dijken onze schepen kunnen laden met kracht, om aan die andere kant ook afhankelijkheid te eisen. En dat kan. Dat kan. Zeker als Nederland dat samen doet met de Europese Unie. En nog meer als onze Amerikaanse vrienden ooit mogen besluiten om dit punt samen met de bondgenoten op te pakken. Maar ook Nederland kan al meer dan je denkt. Maar op wat voor front zouden wij nou afhankelijkheid van China kunnen eisen? Want we hebben nou niet echt enorm veel delfstoffen in Nederland. Of we liggen niet voorop, ver voorop, onderscheidend op het gebied van innovatie. Of hebben geen fantastische maakindustrie zoals andere landen dat misschien beter doen dan wij. Maar er is wel één ding, en dat wil ik toevoegen. Nederland moet namelijk de landbouwsector inzetten om de afhankelijkheid van China daar te eisen. En dat kan ook, want China heeft namelijk een heel groot structureel voedseltekort. Met 20% van de wereldbevolking en 9,2% van de beschikbare landbouwgrond in de wereld. Nederland heeft heel veel over. Wij produceren meer. En we hoorden vanmiddag ook nog dat de Nederlandse melk, er zit ook Limburgs in de zaal, hoorde ik van de organisatie, dat de Nederlandse melk, ook het melkpoeder, het varkensvlees en de Nederlandse zaden zeer worden gewaardeerd en zeer worden vertrouwd in China. En zelfs, werd vanmiddag ook nog gezegd, door de varkenspest is er een groot tekort aan varkensvlees in China, zodat het Nederlands kalfsvlees ook grote kans maakt om van strategisch belang te worden. Wel nu. In plaats van die veestapel te halveren, moet die stapel de strategische inzet worden om economische wederkerigheid en een gelijk speelveld te eisen aan de ene kant. En aan de andere kant, niet minder belangrijk, moet de landbouw de hefboom worden om te zorgen dat mensenrechten, om te eisen dat mensenrechten worden gehandhaafd in China. Waar China zelf een handtekening onder heeft gezet. Op die manier kunnen we, als het nodig is, ook echt iets terug eisen. En de christen in China kan dan met Pasen weer naar de kerk, dankzij de Nederlandse boeren. En Europese landen worden niet meer gedwongen hun haven af te staan, dankzij de Nederlandse landbouw.
En de Nederlandse zaden worden geplant om een gelijk speelveld in de wereld te creëren. Natuurlijk moeten we ons land beschermen, sluit ik af, mevrouw de voorzitter. Natuurlijk moeten we ons land beschermen. En die dijken dichten voor die hoge golven. En als ze echt overheen komt, kijken hoe kunnen we nou meeliften op die golven, hoe kunnen we meesurfen. Maar met een beetje gezond boerenverstand hebben we China en de rest van de wereld ook nog echt iets te bieden. Dank u wel.